Goedemorgen, lieve mensen. Ik ben onderweg naar de bankzitters. Koen, Matti, Raoul, Milo. Is er nog één? Rob. Ik ga vandaag een dag met hen chillen. Zij zijn natuurlijk allemaal leuk in hun filmpjes. Geniet er persoonlijk ook van. Alleen hoe zou het nou zijn om gewoon een hele dag met hun een beetje te hangen? Dat ga ik vandaag onderzoeken. Ho, ho, ho. Voordat we overgaan op het moment dat ik toetreed in hun huis, ga ik jullie even vertellen dat het nog steeds Kelsember is, de maand waarin ik elke dag upload. Zolang jullie het aantal likes halen wat ik van jullie vraag en vandaag is dat aantal. Tada! Daarna schrijf ik ook elke dag één limited edition paprika hoodie weg. Dat is deze. Dat één grote paprika brug. Jongen, moet je kijken. Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken op die trui is door je Instagram account achter te laten in de comments. En mij te volgen op Instagram. En dan kies ik een winnaar. Elke dag een nieuwe. Goed, ik ben over een half uur bij de bank zitten, dus ik heb allemaal leuke dingen meegenomen. Tot zo! God, jeetje. Deze jongen zit natuurlijk altijd alleen maar te gamen en ik game ongeveer 3 keer per jaar. En laat ik nou net degene zijn die gewoon, als het online komt is het alweer oud nieuw, van de PlayStation 5 gekregen. Hoe kun je nou beter binnenkomen bij een stel gamers dan met een PlayStation 5? Cadeautje. Dag! Wat is nou voor ellende? Kom hier gewoon een dag chillen. Wil je het zwembad zien? Waarom? Ik zit nu ruim een half uur hier. We hebben het alleen maar over domme dingen gehad. Ik heb een PlayStation 5 meegenomen waar echt niet op gereageerd is. Tyfus. Gozer, wat doe jij? Nee, maar wat vind je nou van dat zo'n snop als ik wel een PlayStation 5 krijgt? Jullie gamecollectief krijgen natuurlijk helemaal niks. Ik ben best groot, hè? Ja, net als jouw kaart. Doe even aan. Nee. Doe dat niet zo dankbaar, man! Maar dit is goed, je moet niet te groot hebben. Welkom bij de review van de inmiddels uitverkochte bankzitters merch. Jee, wat een lekker broekje. Wow. Mensen, welkom bij een gloednieuwe vlog. Vandaag ga ik een rondleiding geven door het bankzittershuis. Bedankt voor het kijken. Om natuurlijk even het ijs te breken, dacht ik, ik kan natuurlijk niet aankomen zonder PowerPoint. Ik heb wat comments verzameld onder jullie filmpjes. En ik dacht, die wil ik even aan jullie laten zien. Opeens praat Koen wel heel veel in de video's. Jij praat altijd al veel te veel. Kijk, ik heb wel een hartje dan. Dat is eigenlijk een positief comment. Hey, hoeveel betaal jij jouw editor? Te weinig. Wij hebben iemand een loondienst. Wow. Ja, wij zijn de big deal. Wil je ook nou bij ons werken? Wil naar werken bij de bank zitten. Een week lang gezond eten en dan naar de sportschool. Dit is echt heel saai. Wie denkt dit? Het heeft 9 likes dit. Wat kut! Koen, we hadden net een intiem moment. Ja, dat klopt wel. Ik vraag me al ruim 2 uur af of je me wel aardig vindt. Net heb je toegegeven dat je mij wel aardig vindt. Dit is echt niet waar wat je nu zegt. Het is tijd voor een shotje. Op de vriendschap. Dit is echt niet waar wat je nu zegt. Santé! Op een geweldige dag. Oké, de PlayStation 5 is aangesloten, jongens. Nee, toch niet? Oh. Er komen dus de hele tijd mensen aan hier, oh. Er staat iemand echt hier naar binnen? Ja, wel oprecht, hè? Dit is iemand die ons komt vermoorden. Hey! Ik kom verschonnen. Ja, wat besteld? Ja, kom verder. Weet je wat het is, jongens? Dan moet ik even wat opbiechten. Een huis met 5 kerels, dat is natuurlijk één grote tyfuszooi. En ik wilde jullie natuurlijk wat geven. Jullie ik om 2 uur schoonmaken. Hey! Jij betaalt! Jazeker! Hey. Alles is schoon hier, jongen. Buiten is wel vies. Wat is dit nou, Koen? Fucking vet, de reward show, man. Echt vet dat jij ook altijd 5 keer genomineerd werd. Award show. Geef hem even een duidelijke briefing. Joesef, luister. Het is hier niet heel vies. Nee, maar stofzuigen. Ja, lekker stofzuigen. Dat zou heerlijk zijn. En hier ook eigenlijk een beetje de wasbak. Oh, wat vlekjes en zo. Ja, cool. Zeker een trekje, man. Een trekje? Je zet nog even een grapje aan het slaan. Werk aan de winkel. Hoe ben jij met kozijnen? Er zit namelijk een gat in mijn kozijn. Als het dus heel hard regent, dan begint het hier dus te regenen. Plus, ik heb 4 huisgenoten. Die hebben mijn muur roze geverfd. Ik weet niet of je ook verf bij hebt toevallig. Dat heb je niet geregeld. Ik denk, eindelijk kan iemand mijn muur verven. Nou goed. Ja, ik had verwacht dat het hier gewoon één grote bende zou zijn. Maar op zich is het best schoon hier. Hey, zet hem op, jongens. Ze verwachten natuurlijk dat ik ze helemaal voor de gek ga lopen houden. Stiekem gun ik deze jongens gewoon een mooi huis. Joesef, toppel, jongen. Meneer. Zo! Cadeautje, jongens! We gaan even in de legendarische bankzitters setting quizje doen. En de winnaar mag dit fantastische pakket hebben. Nou, jongens. Mag ik kijken of niet? Ik weet het niet. Ik heb het niet voorbereid weer. Welke categorie? Zeg het maar. Maar jij kan nog steeds niet vertellen wat we gaan doen. Komen we gaandeweg achter. Sport. Sport. Ja. Ik stel een vraag. Belastingfraude. Het is een afvalrace. Oké. Goed hebben. Vraag. Leuk, goed even bedacht. Komt ie aan? Vet! Welke voetbalclub heeft het grootste voetbalstadion van Barcelona? Ajax, Nederland. Hij zei Barcelona. Helaas, Koen is af! Lekke prijs! Welke sport wordt ook wel de moeder der sporten genoemd? De triathlon. Wat? Atletiek. Dus ik mag er meedoen? Nee. Bij welke sport horen de termen pancake,
Side-out floater. Dat weet ik. Ik weet het. Mag ik ook meedoen? Het ligt er al lang uit. Basketbal. Cricket. Waterpolo. Ik heb ook waterpolo. Helemaal fout. Volleybal. Hoe doen we mee? Ja! Yeah! Op welke ondergrond wordt getennist op Wimbledon? Roel. Nou, volgens mij was het dat groen-blauwe ref opgeschreven. Gras. Het is gras. Ja. Het is gras. Hij is eruit! Wat voor hond is Rex in de tv-serie Commissaris Rex? In een serie? Mag ik een hint geven? Hij zegt... Tackle. Bulldog. Cabrador. Border Retriever. Allemaal fout. Een herdershondje. Welke vogel staat bekend om zijn grote, veelkleurige snavel? Ja, dat moet jij weten. Ja, natuurlijk. Ik heb geen idee. Maar dit is heel simpel. Toekan. Papegaai. Toekan. Is dat een toekan? Het is een toekan. Welke vogel is de meest voorkomende ter wereld? Fuck, dieren, man. Ter wereld is wel lastig. Rob. Een zeemeeuw. Duik. Kip. Pinguïn. We hebben een winnaar. Nee, echt kip? Kip. Kut. Matty. Ja, kip. Wat gaat er door je heen? Heel erg blij. Nou, Matty, je bent een winnaar, man. Wat mooi. Oh, dit is een doos met niks erin. Ja. Ik ga even schroeven eruit pakken. Kelvin, wat zegt een kip als hij tegen de muur aanloopt? Griep. Oh. Zou hier nog een doos in zitten? Ah, oh, er zit niet nog een doos in. Ik word hier helemaal stronziek van. Je kan mij ook 100 euro geven en dan zeg ik het. Nee, dat is een goede deal. Ja, maar ik vind het wel leuk dat hij ook de lul is. Dat vind ik prachtig. Stronziek! Nee. Hoppa! Hoppakeetje, Ramirez. Kut zo. Oh, Nes! Oh, yo! Dit is gemeen, jongen, Martine. Martine, jij bent niet goed, hoor. Hoi, yo! Steen met 1 euro! Dit is nog best oké eigenlijk! Die ga ik loskrijgen, jongen. Martine, don't challenge me, jongen. Don't challenge me, Martine. Ah, Kijk! Gekke werk! Applaus! We gaan nu kijken wat er allemaal gestolen is. Nee, ga niet. Ze hebben gedweild, hè? Oh, wow. Ik heb dus gevraagd of ze mijn ramen wil wassen. Hebben ze dus echt gedaan. Hoe hebben ze dit al opgewerkt? Niet normaal dit, hè? Holy shit! Nou ja, nu wel de meest kritische van het elftal. Ik ben benieuwd. Ja, sorry. Hij man. Zat nee! Hé, hey, maar ik wil even een dikke SO doen naar Youssef en naar Rashid. Voor het niet stelen van mijn horloge. En het stofzuigen van mij. Wat reed je te hard? What the fuck? Schoonmaakavontuur is ruimgoots geslaagd. Nou, inmiddels is het donker, jongens. We hebben eigenlijk de hele dag gewoon een beetje gezeten, een beetje gepraat. Eigenlijk helemaal niks gedaan. Maar ik heb nog een verrassing voor de mannen. Die jongens die drinken altijd pilsies. Ik hou ook wel van een pilsie. Ik dacht, hoe grappig is het nou als we een bierdrinkwedstrijd doen? En niet zomaar een bierdrinkwedstrijd, maar een bierproefwedstrijd. We gaan kijken of ze de verschillende biersoorten kunnen proeven. Ja, 6 kerels in een huis. Hey! Nou kijk, jongens, luister even. Ja, wat is jouw favoriete pilsmerk? De Hertog Jan. We gaan zeker even een testje doen. Maar wat heb je erin gedaan? Pils, jongen. Ja, maar ik heb het idee dat jullie gewoon 3 dezelfde hebben. Moet ik proeven? Ja, haal de Bavaria eruit. Dat is de enige opdracht. Nou, ik heb wel het idee dat dat hem is, maar oké. Okay. Ja, dit is gewoon 3 keer hetzelfde, hè? Nee, het is niet 3 keer hetzelfde. Dit is... Oh, godverdamme. Ik twijfel tussen deze 2. Moet ik het zeggen nu? Ik denk dat het alle 3 hetzelfde is. Ah, dit is geen Bavaria. Nee, dat is geen Bavaria. Maar dit eigenlijk ook niet. Ik zeg deze. Helaas. Echt niet? Maar dan deze ook niet. Nee, ik was vergeten. Ja, zie je, die zat er niet bij. Nee, die heb ik ook helemaal niet. Nee, ja. Ja, maar wat was dit dan? Dat is Amstel. Die andere is Heineken. Als je Amstel met Heineken gaat vergelijken, is een soort van kind zonder benen met een kind zonder arm vergelijken. Ik kan echt gewoon wel zeggen wat het is. Ik heb geen favoriet. Ja, dus 0-0. Dus die zet ik alvast ergens neer. Is dit... Oh. Het zal wel Amstel zijn, denk ik. Denk Amstel. Ja, deze geur herken ik wel. Tijdens uitgaan drink je dit wel eens. Nee, dit is 0.0. Dit is Heineken 0.0. En dan mag ik graag de Dalton nog even hier staan. Oh. Dit is 0.0 Heineken. Dit is Amstel. Dit is, ik weet het niet. Troep. Ja, de rechter. Laten we even wel wezen. Toch 100%. Ja, dat ja, jongen. Nee. Keurig. Brand. Stond er nog op. Ja, staat er op de oh, kut muziek. Nou, en de laatste. Rossi. Oh, ja, dat was je lieveling. Mijn lievelings. Ja, dat is mijn lievelings. Gros. Maar dat laat shout naar al mijn vrienden in Twente. Wat? Kleine update van het leven in het bankzittershuis. Het duurt te lang voordat er een keer eten is. Je had van tevoren kunnen checken hoe snel hier het eten bezorgd wordt. 1,5 uur! Dat is wel echt lang. Dan ga je er meer van genieten dadelijk. Goedenavond met Robbie van der Graaf. We hebben 2 uur geleden of zo bij jullie besteld. En waren benieuwd wat de status is van onze bestelling. Het duurt lang! Die gaat over 5 minuten de deur uit. Top. Joejoe. 5 minuten gaat hij de deur uit. We waren nog niet eens begonnen. Maar het is voor ons net zo erg als voor jou, hoor. Hey, wat is er nou op zo'n dag als vandaag anders dan als ik er niet zou zijn? Want jullie zitten allemaal netjes op een rijtje de hele tijd, maar dat geloof ik gereed. Als we normaal hadden opgenomen en voetbal gekeken, was het echt precies hetzelfde. Oh, yo, nou, is smakelijk, man, hè? Jongens, het was gezellig. Vergeet vooral je PlayStation. Ja, je mag me houden, is goed. Doe even gekker. Kijk naar mijn automuziek. Spring even, één van jullie. Kom nou, Milo, ja, doe het dan. Ja, doe even. 1 dag chillen met de bankzitters. In het kort, de hele dag sport kijken, bier drinken, filmpjes maken. Ik ben kapot. Dankjewel, jongens. Bedankt voor de gastvrijheid. Oh.